Nou, het was helemaal niet goed. Die Poetin is een ordinaire moordenaar in allerlei opzichten. Je moet daar niet van uitgaan. Dergelijke contacten dienen zakelijk te zijn. Okay. Het gaat er niet om of Rutte Kaag een zoentje wil geven. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom als je zakelijk iets tot stand kunt brengen. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Stel dat jij de informateur zou zijn nu. Ja. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Ik heb geen flauw idee, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zou toch, denk ik, de betrokkenen... die zou ik toch wel uitleggen dat het hoogste tijd werd om iets te doen. Dat nieuwe verkiezingen naar mijn idee beschamende flauwekul zijn. Dat een minderheidskabinet op zichzelf technisch mogelijk is. En je hebt voorstanders van een minderheidskabinet, maar niet wenselijk. Ik zou ook nog eens een keer uitleggen, alsof zij dat zelf niet ook verrekt goed weten, dat er een hele reeks van hele belangrijke besluiten genomen moeten worden. Dat op een aantal wezenlijke terreinen essentiële nieuwe wegen moeten worden ingeslagen. En dat een dergelijk kabinet bij voorkeur een zo breed mogelijke samenstelling dient te hebben. En dat misschien van velerlei kanten het kinderachtige gezeik afgelopen kan zijn dat ze elkaar uitsluiten. Want daarop zit de zaak vast. Kijk, we hebben voortdurend bal in Den Haag, maar de formatie schiet geen reet op natuurlijk. We zijn even ver 6 maanden en een dag geleden. Maar ik was ook vooral benieuwd, hoe zouden ze dat doen met al die... Want je zit daar een heel weekend, ze blijven slapen. Ja, dat zou ik ook niet willen, moet ik je zeggen. Lijkt mij een aantasting van je privacy, omdat je dat 's ochtends... Zit je dan met z'n allen 's ochtends aan het ontbijten, een eitje te eten en zo. Je krijgt daar een vervelende... Nogmaals, zou mijn aanpak niet wezen. Nee. Je komt daar natuurlijk weer in de bekende sector... Waar de krant ook vaak over gaat, kunnen de betrokkenen goed met elkaar opschieten? Vinden ze elkaar aardig? Dat is ook een punt in de internationale politiek. Hè? Vinden ze de verschillende staatslieden elkaar aardig? Naar mijn idee is dat een uiterst infantiel uitgangspunt bij de politiek. Het gaat er helemaal niet om of je elkaar aardig vindt. Het gaat erom of je beleidsmatig door één deur kunt. En of je dat naar behoren kunt uitvoeren. Of je elkaar aardig vindt, ja. Dat is maar een heel betrekkelijke zaak natuurlijk. Dat kan omslaan of veranderen. En dat geldt ook voor de internationale politiek. Denk aan die ongelooflijke sukkel van Bush junior. De bekende padvinder. Die had gesproken met Poetin. En toen had hij Poetin diep in de ogen gekeken. En had zijn ziel gepeild. En hij wist, het was goed. Nou, het was helemaal niet goed. Die Poetin is een ordinaire moordenaar in allerlei opzichten. Dus ik wil maar zeggen, dat je moet daar niet van uitgaan. Dergelijke contacten dienen zakelijk te zijn. Okay. Het gaat er niet om of Rutte Kaag een zoentje wil geven. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom als je zakelijk iets tot stand kunt brengen. Ik heb eens eventjes opgezocht in het verleden hoe vaak ze dus buiten Den Haag zijn gaan onderhandelen. Ja, je hebt allemaal gekke hotels. Beetserszwaag, wat was het ook alweer? Ja, die had ik erbij staan. Dat was landgoed Lauswold in Beetserszwaag. Precies, ja. Nou, ik kan je wel zeggen dat het kabinet wat ze daar aan elkaar getimmerd hebben, dat heeft geen gelukkige geschiedenis gehad. 2007 was dat. Dat is Balken en de Bos. Ja. En dat is dus, nee, want die lagen elkaar totaal niet. Dat kabinet is altijd een beetje een vechtkabinet gebleven. Dus ik bedoel, ik geef niks voor dit soort van uitstapjes. Het is zo dat inderdaad Balkenende was daar, Bos, Rauwvoet namens de ChristenUnie was daarbij. En Wijfels, dat was toen degene die bij elkaar moest brengen. Zeker. De locatie toen hebben ze geheim gehouden. Later lekte dat toch uit. Dat doen ze nu denk ik slimmer. Ze zeggen, we gaan gewoon daar zitten. En er is ook al een foto gemaakt. Volgens mij is dat... Ja, staat dan als een hele ongelukkige tros personen voor het hek. Want ik ook altijd denk, waarom ga je daar urenlang voor het hek staan? Ik zeg, ga gewoon naar huis en bel op of het afgelopen is. Ja. Die pers doet ook zo raar. Hè? Ja, maar je kunt dan misschien een fotootje maken. Hè? Misschien zie je Rutte wel ergens in een kamertje met Kaag en hebben ze een foto. Functie elders. Hè? Ja. Rutte functie elders. Maar Balkenende heeft gezegd, later, hij zegt, toen op dat landgoed in Friesland, toen is de basis gelegd voor het kabinet. Ja, nogmaals, een weinig stabiele basis bleek achteraf. Oké, dan is er ook een hele bekende foto gemaakt in 1977, toen de kabinetsformatie ook heel lang duurde. Ja, dat was nog eens een formatie, zegt jongen. Met Den Uyl en Van Agt. Maar goed, daar was wel een formateur en een KZ-burger, die tenslotte een enorme druk erop gezet heeft. En een aantal personen, dat was een formule die nu
denk ik, zeker niet gebruikt zal worden. Maar hij heeft een aantal personen natuurlijk uit conventionele kring losgeweekt. Die zijn atitere personeel in het kabinet gaan zitten. Waarbij dus de conventionele partijen niet per se van tevoren beloofden dat ze de betrokkenen ook zouden steunen. En denk aan iemand als Boersma bijvoorbeeld, die minister van Sociale Zaken werd toen. Nou ja, dat heeft het kabinet Den Uyl opgeleverd. Dat is op zichzelf wel een redelijk nuttig kabinet, maar dat is een van de meest tragische kabinetten uit onze geschiedenis, omdat het grootste ambities had. En omdat het tij van de jaren 60, ook in financieel opzicht, eigenlijk verlopen was. Dus dat die ambities konden in allerlei opzichten A, niet waargemaakt worden. En toen tenslotte werkelijk wezenlijke zaken aan de orde kwamen, hadden die in de Kamer geen meerderheid. Hmm. Hier is de foto uitgekomen van Acht en Wiegel met wijn en koffie op tafel die elkaar met een blik van verstandhouding. Nou ja, van Acht Wiegel is natuurlijk een klassiek voorbeeld van, oh, wat vonden ze elkaar aardig. Hè? Die hebben elkaar wat gekust. Dat is ongelooflijk. Ze zijn elkaar bij elke gelegenheid. Nee, ik geef daar geen cent voor. Okay. Het was bovendien van Acht Wiegel, als ik ze vrij mag zijn, misschien dat ze elkaar enorm aardig vonden. Beide personen zijn op zichzelf hele normale mensen. Maar het was een waardeloos kabinet. Hè? Het was het kabinet van de zogenaamde puinruimers. En nou ja, nadat ze een paar jaar puin hadden geruimd, was de puinberg twee keer zo groot geworden. Ja. Van Acht zegt wel, tenminste heeft hij later gezegd, dat hij nog precies wist wat hij at. Namelijk fazant met zuurkool. En, hij zegt de ambiance van die plek, want ze zaten toen in een restaurant Le Bistroquet in Den Haag. Ja, Le Bistroquet. De naam alleen al geeft aan dat je daar beter geen kabinet kunt maken. Le Bistroquet. Wat een ongelooflijk klein burgerlijke klotennaam. Het bestaat ook niet meer. Nou, terecht. Terecht op de fles gegaan. Ja. Maar goed, ik herinner me die foto natuurlijk ook. Ja. Het is de foto weer van een suggestie dat de politiek ook. En ik sprak nog laatst met die van, ja, maar het is toch belangrijk dat ze elkaar aardig vinden. Als dat belangrijk is, is er naar mijn gevoel niet iets in orde. Politiek is een zakelijke aangelegenheid. Het gaat er helemaal niet om of Rutte Jan en Alleman aardig vindt. Sterker nog, hij doet veel te veel alsof hij Jan en Alleman aardig vindt. Al begrijp ik dat die binnenkamers nogal vrij neidig kan worden. Ja, he? Daar merk je niks van voor de camera's. Nee, jammer genoeg niet. Dat zou wel lollig zijn. Van Acht had, of Wiegel had dat toen in scène gezet. Die had de Telegraaf getipt van, hey, kom maar even voor. Ja, maar goed, dit was mogelijk natuurlijk. En dat kunnen we wel even teruggaan in de geschiedenis. Omdat natuurlijk na enig tellen. Kijk, Den Uyl had een gigantische verkiezingsoverwinning behaald. Die had 10 zetels extra gewonnen bij de verkiezingen in dat jaar. Maar vervolgens gedroeg de Partij van de Arbeid zich idioot arrogant. Die wou ineens ook bepaalde mensen wilden ze niet in het kabinet en anderen wel. Dat is in Nederland geen usance. De partij die in dat kabinet zit mag zijn eigen kandidaten voordragen. En het is niet de bedoeling dat dan een andere partij zegt, nou, die Piet Jansen, dat vind ik wel zo'n draaidoor, die willen we er niet in. En uiteindelijk heeft de Partij van Arbeid het door zijn arrogantie zo moeilijk gemaakt, dat natuurlijk, in plaats van dat ze nog even geteld hadden, die andere mogelijkheid was er met 1 zetel meerderheid, als ik het wel heb. Had je nog wat gedogers in de CDA-fractie, maar goed. De Partij van Arbeid heeft het in dat jaar, wat was dat niet, 77, volledig aan zichzelf te danken gehad dat ze buitenspel zijn gezet. En toen hebben ze op een hele kinderachtige manier nog jaren doorgezuurd over het kabinet en L2. Maar het was niet de schuld van gewiekste, cynische anderen dat het mislukt was. Het was de schuld van de Partij van de Arbeid. Dat ze die winst niet hebben kunnen omzetten in politieke invloed. Ja. Dus daar moeten ze eigenlijk niet over piepen. Het was helemaal hun eigen schuld. Er is nog een andere locatie die ook wel eens gekozen wordt. Dat is het strand. Het strand. In 63 Bogaars. Die werd toen minister van Volkshuisvesting. Bogaars, ja, met de Bogaarswoning. Ja. De Bogaarswoning, dat zijn 2 woningen eigenlijk in de ruimte van 1 betrekkelijk kleine woning. Hij bouwde heel veel woningen in korte tijd. Ja, hè? Zeker. Door van 1 woning 2 betrekkelijk kleine woningen te maken. Maar het interessante is natuurlijk dat wij al een woningnood hebben sinds mensenheugenis. En dat we die nog steeds hebben. Dat is op zichzelf wel interessant natuurlijk. En dat we er dus sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog niet in geslaagd zijn om de woningnood op te lossen. Wat natuurlijk wel gerelateerd is aan het feit dat de Nederlandse bevolking natuurlijk praktisch verdubbeld is sinds 1945. We hebben het er wel eens vaker over gehad volgens mij.
He, waarom kun je in Duitsland heel makkelijk een huis krijgen in allerlei opzichten? Misschien niet in Berlijn, maar meestal wel. En dat komt doordat de Duitse bevolking nu even groot is als die in 45 was. 80 ja. miljoen zielen. Ja. Dat scheelt natuurlijk enorm. We hadden in 45 9 miljoen inwoners. Dus als we er nog steeds 9 hadden, nou, dan kon je overal gaan wonen in Nederland voor een spotprijsje, denk ik. Ja. Ja. Maar hij liet zich toen wel, want hij wilde eigenlijk helemaal geen minister worden toen. En hij heeft dat toch gedaan, omdat die Veldkamp van de KVP, die heeft hem toen overgehaald, zegt hij. Ja, ja, die Veldkamp, dat was ook een mannetjesputter, politiek gesproken. Ja, ja, het is natuurlijk een van de beste technieken om bij formaties dat je zegt, nou, ik wil het liever niet. Ik heb daar helemaal niet zoveel interesse in. Een hele leuke baan en zo. Kan wel aan de gang blijven. En dan heb je een hele goede kans. Kijk, als je alsmaar vooraan staat van ik wil het graag worden, meneer. Was volgens mij geen goede strategie. Nee. En ik had ook nog het laatste Hotel des Indus, zeg je het zo, in Den Haag? Ja, dat is zo heet het, op het Lange Voorhout, daarbij aan het begin. Heel deftig hotel. Paars 1? Ja, ik liep daar nog eens binnen en ik denk, wat leuk, er zitten allemaal feestelijke oude mannen. Ik denk, ga ze informeren wat er aan de hand is. Ik liep daar binnen, ik werd onmiddellijk aangegrepen door een oude man. Ja, sorry, ik moest even aan mijn kleinzoon denken. Ik weet dat ik daar zonder jasje en das niet naar binnen kon. Dat zei hij? Ja, dat kon absoluut niet. Je vond mij heel aardig, maar dat kon absoluut niet. Er waren regels en ik dacht, kijk, dat bestaat nog. Hier is een wereld, hier opent zich een doos van Pandora met bejaarde halve haren. Die denken dat een stropdas belangrijk is. Ja, en toen? Toen ben ik gezellig keuvelend met hem de ruimte weer uitgelopen. Dus jij kon je afspraak die je daar had niet continueren? Nee, want ik weet niet, ik ging daar rond om een of andere duistere reden. Okay. Die ik nu vergeten ben, maar deze bejaarde regelzuchtige die is mij altijd bijgebleven. Overigens een hele beleefde aardige man verder. Maar ja, regels zijn regels. Ja. Ja. LPF heeft ook nog de verkiezingswinst toen gevierd. In 2002 was dat. De LPF. Was ook in dat hotel. Nou, daar moet ik zeggen, daar rust Gods zegen evident niet op. Dat is wel duidelijk, ja, natuurlijk. Nee. Zelden zal een zonderlinge gezelschap niet waar in de Kamer gedebuteerd hebben als de LPF. Ja. Waar het natuurlijk ook heel slecht mee afgelopen is. Ja, dat weten we allemaal. Ja. Maar het extra parlementaire kabinet, ja, volgens mij had je daar van de week al iets over gezegd. Hè? Dat is niet iets waar jij voorstander van bent. Hè? Nee, dat is helemaal niet nodig. Nogmaals, laat ik het nog één keer zeggen. Ik heb het nu meerdere malen gezegd, maar het kan nooit kwaad. Je weet, het basisprincipe van al het goede onderwijs is herhaling. Herhaling. Dit is Rutte's laatste beurt. Dat zoveel is geloof ik wel duidelijk. Al zag ik, terwijl ik dat zei, Jort Kelder denken, nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo zeker. En die zit dichter bij het vuur dan ik natuurlijk. Maar goed, ik ga ervan uit, het is zijn laatste beurt. Durf dan iets. Hè? Zet iets op waarvan je zegt, potverdomme, dat had ik van die Rutte toch niet verwacht. Hè? Altijd een beetje piemel in de marge. En het is allemaal niet groot. Het is allemaal een beetje kinderachtig. En eindelijk durft hij iets te doen. Hij zet een kabinet op. Hè? Wat werkelijk de zaken serieus gaat aanpakken. Maar dat zou in jouw geval het kabinet zijn met... Wat van mij mag, hoe heet het, de ChristenUnie er ook in. Die Carola Schouten vind ik een prima type. Maar dus ook met de twee en elkaar gebonden linkse partijen. Die trouwens in de Kamer nu, begreep ik, helemaal niet gezamenlijk gestemd hadden. Maar goed. Hmm. Ja, waarom niet? Hè? Ja, dan zit je natuurlijk D66 heeft de ChristenUnie uitgesloten. De ChristenUnie zelf heeft gezegd dat ze nooit meer iets met Rutte te maken wilden hebben. Althans, ja. Dat vonden ze ook achteraf weer niet zo geweldig, ja. Zeker. Dus ik zou zeggen, laat iedereen nou eens even over zijn eigen schaduw heen springen. En pot Jan Dori een behoorlijk kabinet met een behoorlijk programma maken. Maar dat kan, dat zou als dit, jij... Dit ondermijnt ook het vertrouwen in de democratie. Deze wonderlijke poppenkast die ze daar opvoeren. Ja, dat wordt alsmaar erger. Nou, die indruk heb je wel een beetje. Er is in feite... Het is een beetje elke week een nieuw politiek auto-ongeluk. Ja, Rutte is nog bijna de enige die er zelf zit. Ja, en Hugo de Jonge zit er nog. En Bobke hebben we nog. We zullen zien. Maar goed, ik hoop dat Rutte... Nogmaals, Rutte is de beoogde minister-president. Rutte is de leider van de grootste partij.
Hij verwijst voortdurend naar die 1,8 miljoen stemmen die hij gekregen heeft. Doe wat. Neem je verantwoordelijkheid. Durf eens iets, Rutte. Maar dat zou extra parlementair. De laatste keer was het de jaren 30. Dat zou ook iets nieuws Waarom kunnen zijn. Waarom zou het extra parlementair moeten zijn? Dat is ook helemaal niet nodig. Helemaal niet voor extra parlementaire kabinet. Zeker zo het zakenkabinet. Nou, dan timmer je de boel niet dicht. Zakenkabinetten ben ik falikant tegen. Ja, we hebben een normaal functionerend parlementair systeem. Dat niet in staat is om 6 maanden na de verkiezingen een behoorlijk kabinet op het toneel te brengen. Dat ligt niet aan het systeem. Dat ligt aan de prutsers die op dit moment het systeem bemannen. Ja, maar bij dat extra parlementaire kabinet kunnen dus ook PvdA en SP en GroenLinks, die kunnen ook allemaal een rol van betekenis gaan spelen. Ja, dat kan altijd toch. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen, ja, de PvdA en GroenLinks, die zijn maar, wat zei die ook alweer, een linkse tsunami of iets, ja, een soort van wilderiaanse woordgebruik. Wie zei dat? En dat zei Rutte, daarom wou die ze er niet bij hebben. Nou. Ik dacht dat de CDA uiteindelijk was ging liggen. Dat ligt natuurlijk heel simpel. Rutte is doodsbenauwd voor zijn rechtervleugel. Die heeft al lawaai gemaakt. Hè. Die is al met pot en pannen uitgerukt. Van ja, als je met die linkse lui in zee gaat, nou dan weten wij het wel. Hè. Dan gaan we regelrecht gaan we naar jaar 21 of de BBB-beweging. Of een andere groep van mensen die in feite naar mijn idee beleidsmatig weinig te zoeken heeft. In de parlementaire politiek. Hmm. Ik begrijp dat hij wel goedkeuring had. Dat is het hele probleem van het CDA en de VVD. Dat ze alsmaar bang zijn voor rechts. En door hun bangheid voor rechts eigenlijk tot niets van betekenis kunnen komen. Oh, je bedoelt... Wees niet bang voor rechts. Extreem rechts bedoel je? Rechts, ja, extreem rechts. Ja. Rechts is versplinterd. Ja. Dat is prima, waardoor ze ook geen vuist kunnen maken. Hartstikke handig allemaal. En wie weet moet je... Sowieso gaat het eigenlijk met het populisme in Europa helemaal niet zo verschrikkelijk goed. Hou dat in de gaten. Durf eens iets. Ik begreep dus dat Rutte uiteindelijk wel goedkeuring had van zijn partij, maar dat het CDA had gezegd met die linkse, daar willen we niet mee. Nee, dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat is natuurlijk handig van Rutte om te zeggen, ja, maar mij ligt het niet. Ik ben bereid met de duivel zelf te pacteren, bij wijze van spreken, om Churchill te citeren. Maar het ligt allemaal aan Wopke. Dat is natuurlijk nog gekker. Dat de partij die Dick heeft verloren, die in totale verwarring verkeert, die de enige vote-getter die ze hebben, die staat er buiten. Dus ik zou zeggen, dit is ook raar. Oké. Als de laatste partij die in dit spel een hoofdrol zou moeten spelen, is toch wel het CDA. Hmm. Naar mijn idee loopt het CDA op zijn laatste bindjes. Ik heb vorige week naar dat congres zitten kijken. Ik vond het zo humoristisch. Er was ook een man die stopt. Die vond het zo'n chaos. Die zei, ik stop ermee. Ik schrijf mijn brief. Ik ga weg. Maar ze hadden echt weer er zin in, hè, bij dat congres. Ze dachten van, we hebben de weg weer gevonden naar boven. Dachten ze dat? Dat was wel een beetje het sentiment. Het valt uit de peilingen niet bepaald op te maken. Nee, maar ze waren wel positief. Want ze hadden natuurlijk... wie was dat die dat rapport had geschreven? Die oud-minister, die dame. En die stond op het podium en was het allemaal uit het leggen. En het was een hele dag, duurde heel lang. Iedereen kwam voorbij. En dus ik moet zeggen dat ik het opmerkelijk vind dat je je goede tijd eraan besteed hebt. En het was op de NOS.nl, was het de livestream. Je kon het niet missen op de voorpagina's. Nee, maar goed, er zijn altijd tal van andere dingen die je afgezien van de livestream kunt gaan doen. Ja, dat is waar. Maar ik stuitte erop. Ja, ik moet zeggen dat ik heb een natuurlijke afkeer van het CDA. Eerlijk gezegd bevallen mensen, politici die zich beroepen op de boodschap van de Heer Jezus en zich vervolgens ontwikkelen tot een door en door conservatieve partij, dat bevalt mij totaal niet. Ik vind dat hele... Daar zit een hypocriete spanning in die in feite onoplosbaar is. Doe dat niet. Beroep je niet op de Heer Jezus. Doet de ChristenUnie ook? Ik weet het, die is iets minder erg dan het CDA. Daar zit iets minder hypocriete spanning op, maar ook daar zit hypocriete spanning op. Ja, oké. Tot slot nog even Henk Kamp, die zei van ja, als je dus echt een nieuwe bestuurscultuur wil, zei hij bij Buitenhof een paar weken geleden, dan is dat extra parlementaire gedoe, dat is top, dat moeten we hebben. Ja, dat geloof ik graag van Henk Kamp, die op zichzelf een hele intelligente man is en er in feite dommer uitziet dan hij in werkelijkheid is. Maar we hebben een parlementaire democratie, neem dan niet zulke goedkope vluchtwegen. He? Extra parlementair kabinet, zakenkabinet. Mijn leven lang heb ik in sommige kranten gelezen, zakenkabinet. Dat is het. Zakenlui, die moet je aan de leiding hebben. Trump,
Echt een man met greep op de grote problemen van deze wereld. Dat is wat je hebben moet. Zakenlui zijn totaal ongeschikt voor de politiek. Omdat het doen van zaken heel anders in elkaar zit dan de politiek. Politiek is een consensusspel. Politiek is de kunst om mensen mee te krijgen zonder dat je kunt zeggen... Doe jij niet mee? Flikker maar op, dan ben je ontslagen. Zo werkt de zakenwereld. Dat is in feite een dictatoriaal systeem. En dan wordt er natuurlijk wel wat meer. Er wordt een dag op de hei georganiseerd om net te doen alsof het heel gezellig is. Maar iedereen weet dat dat anders in elkaar zit dan de politiek. Mm. Je moet die twee dingen ook niet mengen. Wat vond jij van de motie van de PvdA? Die motie van wantrouwen, wat is het nou? Ik weet niet, ja, wantrouwen. Afkeuring, sorry, ik haal ze alles maar door elkaar. Omdat de motie van afkeuring langzamerhand dezelfde betekenis heeft gekregen als de motie van wantrouwen. Door als gevolg van, wat las ik in de krant, de nieuwe Kaag-norm eigenlijk. Krijg je een motie van afkeuring, dan is het zaak dat je aftreedt. Hè? Want ja, dat zat natuurlijk, het waren wel magnifieke beelden. Kaag die dus vertelt... op betrekkelijk hoge toon dat ze ermee gaat stoppen. En onze minister Bijleveld. Van Defensie, ja. Bijleveld. Die wist het niet. Die zit daar links beneden, werkelijk zo ongekend beteuterd te kijken, dat je denkt, als ik ooit een illustratie zoek voor het woord beteuterd, of in totale verwarring beteuterd geraakt, dan is het wel niet Bijleveld, die tenslotte de volgende dag ook af moest treden. Maar je begrijpt dat het voor elkaar tipt op beelden waarvan, kijk, hè? Ik volg mijn geweten, ik doe wat ik ooit gezegd heb enzovoort. En zit die Bijleveld, niet waar, die minstens even schuldig is aan al die poppenkast. En die treedt dus niet af en wordt vervolgens door interne pressie de volgende dag tot aftreden gedwongen. Ja, dat was... Ik vond het prachtige beelden, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het echt geweldige beelden. Ja, was het nou nuttig om deze motie in te dienen... Gek genoeg natuurlijk leek het eerst allemaal heel dramatisch. Vooral omdat ze natuurlijk het was duidelijk dat Kaag niks anders kon doen dan dit. Ze had op 1 april gezegd, die Rutte die had ook af moeten treden. Hè, van een bij gebrek aan vertrouwen. Maar bij die motie van afkeuring. Dus zij kon niet anders. En eerst was er mijn indruk dat er een lichte aarzeling was. Wat is nu de betekenis van dit feit? Nou, die lag al in die beelden van die beteuterde Bijleveld die daar links onder in het beeld zat. Politiek is vaak ook vrij komisch. En nu is mijn indruk dat de consensus is dat Kaag eigenlijk haar macht, of hoe moet je het zeggen, invloed of gewicht in de formatieprocedure verhoogd heeft door te zeggen, kijk, ik hou me aan mijn principes. Hè? Ik krijg een motie van afkeuring. Ik stop ermee. Klaar. Ja, stoppen. Ze wordt gewoon fractieleider van D66. En zoals Geert Wilders zo voortreffelijk zag, zal ze ook wel weer de vice-minister-president worden. Dat ziet Geert natuurlijk liever niet, dat begrijp je ook wel. Je vraagt je wel eens af wat Geert graag zou zien. Ik heb soms wel eens gedacht in het diepst van mijn verschrikkelijke gedachten. Weet je wat, we zeggen tegen Geert... Je hebt daar nou al die jaren volkomen nutteloos in die kamer gezeten. Elke keer bij de algemene beschouwingen dat lulpraatje verkocht. Dat we naar de bliksem gaan en dat we geïslamiseerd worden. We weten het goed gemaakt. Je krijgt 2 jaar om alles te realiseren wat je je voorgenomen hebt. Nederland gaat de EU uit. Of je dat in 2 jaar voor elkaar krijgt is nogal een kwestietje. We gaan terug naar de gulden, we zetten een gigantisch hek om Nederland heen, geëlektrificeerd hek, want ja, daar mag geen immigrant mee in. We hebben nu gezien, ze zijn vaak niet tegen te houden. Neem die Engelsen, joh, waar ze de hele dag varen daar bootjes op en neer. Het lijkt gewoon met Duinkerken wel, maar dan omgekeerd. En dan laten we... Misschien moet je een keer de populisten laten verzuipen in hun eigen onzin. Dat geloof ik wel, ja. Ik denk wel dat het daarna voorbij is met hem. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Ik weet niet hoe het land er dan aan toe is. Nee, hij zal zich terugtrekken in een anonieme straat in Venlo en dan... Ja, hij duikt onder. En ik denk dat Dion Graus dan wel een tijd even minister wordt.
Ik ben ook voor dat Dion Graus vice-minister-president wordt. Ja. Oh, wat interessant. Die man is van alles beschuldigd. Niet waar, door medewerkers enzovoort. Maar van geen verantwoordelijkheid nemen. Daar weten ze in die partij weten ze nou ook wel hoe je dat aanpakt. Maar hoe is het zo dat Kaag nu haar invloed kan vergroten, denk je, door wat ze gedaan? Omdat ze zich principieel heeft opgesteld. Maar hoe werkt dat dan? Dit is de eerste keer dat we de nieuwe bestuurstijl, waar voortdurend over geluld wordt, dat we die in de werkelijkheid hebben gezien. Namelijk een minister die bij een motie van afkeuring aftreedt. En niet zegt van, ja, dank u wel, fijne motie. Spijt me ontzettend, maar is het niet volgende voor bedoeld. Keer beter. Dit is een tik op de vingers, werd altijd gezegd. Dit is een tik op de vingers bij Rutte, die niet is afgetreden. En bij Bijleveld, die een dag later werd gedwongen om af te treden. Dus in die zin denk ik, niet dat ik zelf geloof in een nieuwe bestuurscultuur. Laten we daar vooral niet in geloven, dat is allemaal een beetje flauwekul. Het bestuur is uiteindelijk, de vraag is uiteindelijk hoe effectief is de uitvoering van het ingezette beleid. En niet altijd kun je bij besturen of bij bijvoorbeeld het maken van nieuwe kabinetten totale openheid betrachten. Dat moet je vooral niet doen. Dan weet je zeker dat iedereen voor de buren gaat. Nou ja, wat nu die kleine partijtjes doen. Hè, die dus bij debatten hebben ze natuurlijk beperkte tijd. Dus ze voeren een showtje op voor de buren. Dat laten ze filmen. En die lulkoek die ze uitgekraamd hebben, die wordt op YouTube gezet. Ja, daar heb je dus niks aan. Kijk, je hebt sowieso niks aan al die kleine fracties. Het is gezellig. Hè, met de eindejaarsborrel en de hapjes is het leuk dat je zoveel van die feestelijke types erbij hebt. Maar parlementair is het volkomen nutteloos. Een eenmansfractie kan het serieuze werk van een Kamerlid helemaal niet doen. Nee, maar dat, wat Kaag dus heeft gedaan is pure strategie. Nou kun je zeggen, als dat zo is, dan is de consensus op dit moment dat ze er niet slecht gespeeld heeft. Nee, maar is dat niet alles in de politiek waar we naar kijken? Is niet alles bedacht vooraf? Nou, dat weet ik niet. Kijk, nogmaals, zij had zelf deze situatie gecreëerd door op 1 april te zeggen dat als zij een motie van afkeuring zou hebben gekregen op 1 april, dat ze afgetreden zou zijn. En toen zei ze nog, ik zit anders in elkaar dan Rutte. Ja, bij Rutte maakt het überhaupt niet uit wat voor emoties je aanneemt. Hij zit er toch. Hè? Misschien heeft hij ook wel het idee dat hij misschien door wijziging van de grondwet gewoon dat we gewoon verder gaan met demissionaire kabinetten. Hè? Dat we gewoon dat het. Ja. Bovendien, het huidige kabinet is al praktisch volledig vervangen door. Hè? Ja. Maar toch. Ongeveer de helft is ondertussen vertrokken. Ja, dat is wel opvallend. Overspannen, wordt lobbyist. Nekklachten. Ja, het is een vrij uniek gebeuren eigenlijk. Ja. Maar ze voeren eigenlijk op allerlei punten ook beleid waarvan je zegt, kan een demissionair kabinet dit allemaal wel doen? Ja. De begroting is natuurlijk al lang uitgelekt. Je komt, wanneer is het? De derde dinsdag. En ik zag al in de krant, ik heb het nog niet allemaal gelezen, dat er een tal van maatregelen op stapel staan door een demissionair kabinet, waarvan ik altijd begrepen heb dat het usance is dat ze alleen de lopende zaken afwikkelen. Al hebben ze natuurlijk in de tijd gezegd dat het coronabeleid, dat blijft missionair. Ook een vernieuwing dat een deel van het beleid missionair is en dat een deel van het beleid demissionair. Maar dat is niet heel gek, toch? Nou ja. Anders kun je niks meer. Dan kun je niet meer ingrijpen. Dan lopende zaken afwikkelen en vervolgens vorm je zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Ja. Hey, maar toch nog even één ding over dat Kaag en Bijleveld gebeuren. Is het niet gek dat Kaag dus tegen Rutte zegt, hey Rutte, ik ga bekendmaken dat ik ga aftreden. Ja. En dat ze dat niet tegen Bijleveld heeft gezegd. Ja, natuurlijk wist Bijleveld er ook wel van. Ja, tenminste, ik begreep een uur van tevoren had ze het gehoord. Maar ze is in dat uur tussen dat ze het gehoord had en dat Kaag deed, is zij niet tot de conclusie gekomen, wat me in het geval van Bijleveld totaal niet verbaast, dat het misschien handig was dat zij ook zou aftreden. Oké. Okay. Ik zag gisteren dus een reconstructie bij volgens mij het journaal. En daar zei Ron Vreese, die zei, liet ze ook die beelden zien die jij net beschrijft. Hier wist Bijleveld niet dat Kaag ging zeggen, ik ga aftreden. Dat dus zei ze, maar dat was niet mijn indruk. Oké. Okay. Ik heb zelden iemand zo beteuterd zien kijken, ze moet het geweten hebben. Kijk, als ze verbaasd was geweest, dan had zelfs Bijleveld een verbaasd gezicht zo van. Wat heb ik nou aan mijn pet hangen? Of aan mijn helm natuurlijk, wat heb ik nu aan mijn helm hangen? Ja. Nee, dan
Nee. Ja, maar ik kan me vanuit Kaag... Ik vond haar, de studie van haar gelaat doet mij vermoeden dat ze wel degelijk wist wat er gaande was. Maar je zou kunnen... Misschien net, maar ze wist het. Oké. Maar je zou kunnen denken, hey, Kaag denkt, ik pak nu mijn moment, ik maak nu mijn aftreden bekend. Als Bijleveld meteen erachteraan was gekomen, was dat effect voor haar, voor Kaag, veel minder geweest. Oh, op die manier. Dus dat het een soort van een instinkertje was. Ja, dus dat Kaag denkt, maak nu, dan heb ik alle aandacht. En dan komt Bijleveld de dag na, maar dat krijgt toch veel minder aandacht. Luister eens even, die motie die was er al. Hè? Die van die Piri, zal ik maar zeggen. Dan had toch... Bijleveld had toch haar eigen conclusies kunnen trekken. Van sorry, we hebben er zo'n puinzooi van gemaakt, ik treed af. Maar dat had ze dus helemaal niet gedaan. Of ze dat nou wel of niet wist dat Kaag zou vertrekken, dat doet er niet toe. Ze had zelf kunnen vertrekken als Kaag niet vertrokken was. Nou jongens, dan had ze geglorieerd. Hè? Ja. Ja, nou goed, volgens mij is Kaag ook wel blij nu. Die kan zich nu helemaal op dat... Nou ja, nogmaals, de consensus schijnt te zijn na enig nadenken van de parlementaire pers, dat ze het knap gedaan heeft. Maar ze heeft natuurlijk helemaal niet knap gedaan. Ze heeft gedaan wat onvermijdelijk was. Ja. Ja. Ja, ik vind het altijd grappig dat iedere keer als het over de BBB gaat, dan zeggen mensen ook van ja, Van Rossum, Kaag wordt ook heel veel in de media genoemd en is ook groot gemaakt door de media. Maar iedereen wordt in die zin groot gemaakt door de media. Ja, zo is dat precies. Ja. Alleen de grote verschil tussen Van Rossum bijvoorbeeld en de BBB-mevrouw is dat ik helemaal geen Kamerlid ben. Zij is een Kamerlid. Ja. Wordt zij ooit aangesproken op haar programma 0,0? Je moet voor haar. Heeft iemand de moeite genomen om dat programma te bekijken? Nee, behalve ik dan natuurlijk. Ja. Hey, even kijken. We hebben een heel irreëel programma. Ja. Leuk, maar volkomen irreëel. Ja. Ik ben ook voor dat Dion Graus vice-minister-president wordt.